Ik ben Hanneke Keizer. Ik werk als promovendus op het promotiefonds, wat dus in samenwerking is met het Rijnstaten en het Radboud UMC. En op dat promotiefonds doe ik onderzoek naar het voorspellen van neurologisch herstel van patiënten die in coma liggen na een reanimatie. En een van de bekendste patiënten in deze categorie is natuurlijk Appi Nouri, de voetballer die van Ajax die vorig jaar op het veld neerviel met een hartstilstand en is gereanimeerd, maar nog steeds met permanente hersenschade in het ziekenhuis is opgenomen. Nou, we zien in Nederland heel veel van dit soort patiënten. En de helft van deze patiënten heeft een goede kans om neurologisch te herstellen. Maar de helft van deze patiënten wordt ook nooit meer helemaal wakker. En daarom is het van belang om in een vroeg stadium iets te kunnen zeggen over de kans op neurologisch herstel van deze patiënten. En in mijn studie gaan we dat doen door middel van MRI en ook geavanceerde MRI-maten, waarin we onder andere kijken naar connectiviteit in de hersenen. En deze MRI gaan we vergelijken met het neurologisch onderzoek. En we gaan ook hersenfilmpjes maken van deze mensen, het zogenaamde EEG. En met al deze maten samen gaan we op zoek naar een predictiemodel dat voor elke individuele patiënt kan voorspellen hoe groot de kans is om nog neurologisch te herstellen.